grensverkeer gecontroleerd tussen Kranenburg en Nijmegen. Op dag 1 van de landelijke grenscontroles is onze regio direct aan de beurt. En verder in het nieuws vandaag: overval in Nijmegen op zowel Albert Heijn als Jumbo supermarkt. En duizendste veteraan sluit zich aan bij Sunset March. Vandaag starten de grenscontroles langs de gehele Nederlandse grens. Waaronder dus ook langs de Nederlands-Duitse grens in onze provincie. Hiermee volgt Nederland andere Europese landen. Vandaag was het direct raak op de grens tussen Nijmegen en Kranenburg. De Koninklijke Marechaussee controleert met name op geldige legitimatiebewijzen. Een rijbewijs is hiervoor niet voldoende. Ook kunnen ze vragen wat de reden is waarom mensen Nederland binnenreizen. Kofferbakken worden niet standaard gecontroleerd, alleen als er verdachte omstandigheden zijn. In praktijk betekent het dat er langs de hele Nederlandse grens met zo'n 840 grensovergangen maar telkens op 5 verschillende plekken controles kunnen zijn. De Marechaussee maakt vooraf niet bekend waar en wanneer de controles plaatsvinden. Vooralsnog gaat het om tijdelijke grenscontroles die tot 8 juni 2025 duren. Opnieuw een grote mijlpaal voor de Nijmeegse Sunset March. Nadat het initiatief eerder dit jaar zijn 10e verjaardag vierde, vond er afgelopen vrijdag ook een bijzondere editie plaats. Luitenant-generaal Jan Swillens liep de herdenkingswandeling mee als duizendste unieke veteraan. Elke avond tijdens zonsondergang gaan de lantaarnpalen van Stadsbrug de Oversteek één voor één aan. Precies snel genoeg om dit tempo lopend bij te houden. 48 paar lantaarns die symbool staan voor de 48 gesneuvelde militairen tijdens de Waaloversteek van 1944. Wanneer een veteraan voor het eerst deelneemt, krijgt hij een certificaat en wordt hij opgenomen in het register van Sunset Marchers. Vrijdag werd het duizendste certificaat uitgereikt. Iedereen mag de Sunset March elke dag meelopen, maar er loopt altijd tenminste één veteraan mee. Jouw naam en de datum van vandaag staat erop. Natuurlijk uniek, nummer 1000. Fantastisch. Iedereen mag meelopen. Maar wij garanderen dat er iedere dag een veteraan loopt, de veteraan van de dag. En die kan ook vaker lopen natuurlijk. We hebben daarvoor een inschrijfsysteem, dat is op onze website zichtbaar. En daar kunnen nieuwe veteranen ook op inschrijven. Maar iedereen mag meelopen, dat is geen probleem. Swillens was blij verrast dat er vanwege dit bijzondere moment ook een aantal bijzondere deelnemers waren. Nou, het is certificaat nummer 1000. Het is voor mij de eerste keer dat ik de Sunset March loop. Maar als commandant van de landmacht voel ik me enorm verbonden met veteranen. En daarom had ik ook ons Invictus-team uitgenodigd. Ik had eigenlijk verwacht dat er misschien 3 of 4 Invictus-leden zouden komen. Maar bijna het complete team is er. Die zijn aan het trainen voor, je zou kunnen zeggen, de Olympische Spelen voor veteranen. En om samen met hen, maar ook met andere mensen van Team 31 die dit organiseren, alle veteraan. Sommigen ken ik echt al 35 jaar. Ja, dat is toch heel bijzonder om dan hier over de brug bij de Waal de Sunset March te lopen. Vandaag is Sunset March nummer 3702. Maar iedere veteraan die voor de eerste keer loopt, die krijgt een certificaat. Een uniek certificaat met het nummer. En vandaag is nummer 1000 uitgereikt aan de commandant van de landstrijdkrachten. Het blijft belangrijk om de helden uit 1944 te blijven herdenken. Zeker deze tijd, vindt ook Swillens. Nou, wat mensen denk ik steeds meer realiseren, dat veiligheid en vrijheid, dat dat niet voor niets is. En dat de krijgsmacht en ook de landmacht er uiteindelijk zijn om te beschermen wat ons dierbaar is. Onze manier van leven. En dat respect en die waardering vanuit de maatschappij is voor militairen heel belangrijk. En dat ervaar ik ook wel. Een anonieme gever schenkt Museum de Bastij een iconische aanwinst. Het gaat hierbij om een schilderij van Jan van Gooien met een ouderwetse kijk naar het historische Nijmegen. Ze beeldt het schilderij de Valkhofburcht af uit de 17e eeuw. Met deze nieuwe aanwinst komt de geschiedenis van Nijmegen een stuk dichterbij. Museum de Bastij in Nijmegen heeft er een nieuwe aanwinst bij. Zo kregen ze een schilderij geschonken van een anonieme gever. Het schilderij is een originele Jan van Gooien en beeldt de Valkhofburcht af begin 17e eeuw. En daar zijn ze maar al te blij mee. Het is natuurlijk een heel bijzonder werk, een kostbaar werk ook, dat we dat hier in het museum mogen hebben, dat we dat geschonken hebben gekregen. Dus dat is natuurlijk ook echt fantastisch dat we dat daarvoor hebben.
Ja, het is een weergave precies uit die 17e eeuw. Het moment ook dat hier ook nog die bastei hier stond in Nijmegen. Waardoor je het echt veel beter kunt zien en voor kunt stellen. Hier in ons museum heb je op dit moment eigenlijk alleen de resten die je nog ziet. En hier is het eigenlijk even een kijkje dat je neemt in die 17e eeuw hoe het er toen uitzag. Omdat Museum de Bastei zich plaatsvindt op de locatie van het kunstwerk, krijgen bezoekers een beter beeld van waar ze zich precies bevinden. Dat geeft het museumbezoekje een unieke ervaring waarbij je meegenomen wordt terug in de tijd. Voor ons als museum is het echt heel bijzonder. Want op dit schilderij middenop staat de bastei afgebeeld. En dat is natuurlijk ook fijn voor bezoekers als je hier komt om je een beetje voorstelling te kunnen maken waar je bent. Want je liep hier ook voor de eerste keer hier door ons museum rond. En je hebt allemaal muren en je voelt dat het oud is, maar je weet eigenlijk niet precies waar het is en wat het is. En hier, juist door dit schilderij, kun je dat veel beter duiden aan bezoekers. Dat het schilderij van Jan van Gooyen nu in de bastei terug te vinden is, is te danken aan het Rijksmuseum. Zo was het in de eerste instantie aan hen aangeboden. Dit schilderij is aangeboden aan het Rijksmuseum door particuliere bruikleengevers. Maar het Rijksmuseum heeft zo'nzelfde soort schilderij van Van Gooyen al in collectie. En daarom hebben zij contact opgenomen met Nijmegen. En in eerste instantie bedacht voor misschien voor het Museum het Valkhof. Maar die hebben al een heel groot schilderij van Van Gooyen. En toen zijn ze bij ons uitgekomen om te kijken of wij geïnteresseerd waren in dat schilderij. De Valkhofburcht van Jan van Gooyen is sinds 7 december onderdeel van de collectie van Museum de Bastei in Nijmegen, waar het schilderij een prominente plek krijgt als icoon van de stad en haar geschiedenis. Twee supermarkten in Nijmegen waren zondagavond kort na elkaar het doelwit van een overval. Dat bevestigt de politie die op zoek is naar de dader. Rond 8 uur werd er een melding gemaakt van een overval bij de Jumbo aan de Hatersweg. Nog geen half uur later volgde een soortgelijke melding bij de Albert Heijn XL aan de Sint-Jacobslaan. Na de overval op de Jumbo werd via Burgernet het signalement van de dader verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 25 jaar oud. Hij droeg een blauw trainingspak, had een blauwe plastic tas bij zich en is mogelijk weggereden op een fiets. In het geval van de Albert Heijn laat de politie weten dat de overvaller beige kleding droeg. Eerder deze week was er ook al een supermarkt in Nijmegen doelwit van een overval. Het ging toen om de Lidl in de Meihorst. Dinsdag rijden er een groot deel van de dag geen treinen tussen Os en Nijmegen. De hele ochtend en een deel van de middag rijden er geen intercities tussen Os en Nijmegen en geen sprinters tussen Os en Wijchen. Dit komt door een breuk in de rails bij Ravenstein. De NS zet bussen in op het traject. Naar verwachting rijdt alles weer normaal vanaf 5 uur. De NS adviseert om kort voor vertrek de reis te plannen via de reisplanner. NEC heeft zaterdagmiddag in Deventer een zeer slechte wedstrijd gespeeld. Na 10 minuten spelen stonden de Nijmegenaren al met 3-0 achter. Het eindigde uiteindelijk in 5-0. In het klassement zakt de ploeg dan ook van 10 naar plek 11. Trainer Rogier Meijer probeert een verklaring te zoeken voor het slechte spel. Ja, goede vraag. Dat is natuurlijk voor mij ook moeilijk om daar een pasklaar antwoord op te geven. Ik denk dat er... Ja, weet je, als je kijkt gewoon naar voetbalgedrag, duelgedrag, omschakeling, 100%, sprinten, al die begrippen die redelijk makkelijk lijken, ja, die heb je niet altijd teruggezien, denk ik. En ja, hoe dat komt, ja, dat zullen we met elkaar moeten bespreken, denk ik. Misschien heb je hem al voorbij zien komen, de buskiwi. De Nijmegenaar rijdt door de stad als buschauffeur, maar is vooral bekend van zijn TikTok-video's. In deze populaire video's deelt hij tips voor busreizigers. Hey, goedemorgen allemaal. Ik dacht, misschien is het leuk om jullie te laten zien wat wij zien als jullie binnenkomen. Nee, het is geen kiwi die rondrijdt. Het is gewoon een buschauffeur die in Nieuw-Zeeland geboren is. De buskiwi groeit steeds meer uit tot een begrip in Nijmegen. In zijn TikTok-video's geeft hij tips voor busreizigers. Met honderdduizenden views is Brendan inmiddels een bekend gezicht achter het stuur. Ze worden goed bekeken. Ik heb één filmpje gemaakt dat heet Brutaal. Dat is met zo'n bezem. En die zit al op 580.000 keer bekeken. En dat is echt wel veel voor een beginnende TikToker, zou ik maar zeggen. Ik pak je vast, ik vlieg de hele vloer hier met je aan. Ja, echt waar. Wat? Nou krijgen. Eigenlijk was het gewoon het begin voor de grap. Ik had een foto op TikTok gezet, samen met iemand van Married at First Sight uit Nijmegen. En toen zag ik in één keer van, hé, dat is 8000 keer bekeken. Dacht ik, wow, misschien is het leuk om filmpjes te maken. En dan over de bus. En toen moest ik dus natuurlijk een naam verzinnen.
En ja, bus. En dan kiwi. Ik ben geboren in Nieuw-Zeeland. Dus dacht ik, bus kiwi. Nou, ga ik onder die naam filmpjes maken. Dat leek me wel leuk. En met succes, want hij wordt inmiddels al herkend in de bus. En onder elke video krijgt de buschauffeur hele leuke reacties. Nou, eigenlijk best wel, eigenlijk begin alleen maar positief. Dus echt heel veel positieve reacties. Dat het fijn is dat ze informatie krijgen. En ja, op een gegeven moment zijn die filmpjes overgegaan in wat grappige filmpjes. En ja, dan krijg ik daar echt heel veel reacties op. Dat mensen er echt, ja, echt schrik mee hebben. Ja. Echt naar vooruit kijken als ik weer een nieuw filmpje erop zet. In de video's komen ook de frustraties van een buschauffeur aan bod. Vooral het in- en uitchecken gaat nog wel eens mis bij de busreizigers. Er zijn vaak dingen, als mensen daar rekening mee houden, dan gaat het allemaal veel makkelijker. Als je bijvoorbeeld instapt en je checkt in en je stopt je kaart onder in de tas of ergens in een jas en je moet over 5 minuten er weer uit. Je moet dan bij de achterdeur nog je kaart zoeken. Ja, daar heb ik weer een filmpje gemaakt van, goh, op die korte stukjes hou die kaart gewoon in de hand. Kun je makkelijker uitchecken. Want sommige mensen staan echt gewoon 3 minuten in de tas te graaien en in de jas van waar is mijn kaart. Ja, dan bij de volgende halte staat iemand op zijn horloge te kijken dat je 3 minuten te laat bent. Ja, snap je? Nog even een snelle tip van de buskiwi. Wij maken heel veel mee dat jongelui met muziek op het hoofd uitchecken, maar niet horen dat er niet goed is uitgecheckt. En dan lopen ze de bus uit. Dat is echt gewoon zonde. Kijk, als je een studentenkaart hebt, zal er misschien best wel loslopen. Maar als je ervoor moet betalen, kost je dat toch al 4 euro. Iedere keer als je vergeet uit te checken. Zonde van het geld. Morgen wordt het wisselvallig weer. In de ochtend is het bewolkt met kans op een enkele bui. In de loop van de middag breekt de zon af en toe door, maar blijft de kans op een bui aanwezig. De temperatuur ligt rond de 6 graden met een matige zuidwestenwind. Woensdag wordt het nog een droge dag met veel bewolking en af en toe wat zon. De temperatuur blijft dan steken rond de 5 graden. Donderdag wordt het onstuimiger. Regen trekt in de ochtend over de regio, gevolgd door opklaringen in de middag. De wind neemt toe en waait krachtig uit het zuidwesten. Het blijft fris met maxima rond de 6 graden. Dit was het RN7 Regio Nieuws van maandag 9 december. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe en extra lange uitzending van De Streek in. Over het Nijmeegse Bezienershuis dat volgend jaar alweer 500 jaar bestaat. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan.